Dag, mijn naam is Birgitte Mommers. Fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag neem ik u heel graag mee naar de National Gallery in Londen, om samen met u te kijken en te genieten van een van de beste Britse landschapsschilders die wij kennen. En dat is John Constable. We kijken vandaag naar zijn hooiwagen, zijn haywagon. En hoewel dit werk er uitermate traditioneel uitziet, zitten er wel degelijk vernieuwingen in. En daar gaan we zo dadelijk naar kijken. Maar we beginnen te spreken over de inspiratiebronnen in het werk van John Constable. En de allerbelangrijkste daarvan is toch wel de natuur. De natuur zoals hij die om zich heen ziet. En vooral zijn geboortegrond Suffolk is daarbij ontzettend populair. Die beeldt hij veelvuldig af. En zo kan het ook zijn dat er elementen in meerdere schilderijen terugkomen en daardoor heel herkenbaar zijn. John Constable werd geboren in East Burghold. Zijn vader was een molenaar, een redelijk welvarende man. Hij bezat bijvoorbeeld Flatford Mill. En Flatford Mill was een watermolen in de buurt van de rivier Stour. En een stukje van die watermolen is nog hier aan de rechterkant afgesneden door het beeldvlak te zien. Er valt op natuurlijk dat hij de watermolen niet als zodanig heeft afgebeeld, maar slechts een gedeelte van de muur van het gebouw, van die rode bakstenen muur. Toch is dit herkenbaar omdat hij het zo vaak afbeeldt. Deze watermolen lag aan de Mill Pond en aan de overkant stond het huis van Willie Lott. En ook dat was zeer bekend bij Constable en werd door hem vaak afgebeeld. In het midden zien we die hooiwagen waar het hier om gaat. De hooiwagen die ziet u door naar het linker voorwiel te kijken een beetje afbuigen naar rechts. Hij gaat naar de velden in de achtergrond waar hard gewerkt wordt om te hooien en het hooi te verzamelen op een hooiwagen, zoals u dat hier ziet. U kunt zich dus helemaal voorstellen dat onze hooiwagen nu nog leeg naar de achtergrond rijdt, maar over een tijdje gevuld weer naar ons toe komt. Constable die maakte gedurende zijn hele leven veel tekeningen, veel schetsen en studies, ook in olieverf, in zijn eigen geboortestreek. En daar kon hij dan vervolgens uit putten voor het maken van zijn schilderijen. Zo ook bij deze haywagon. Hij maakte dit schilderij in 1821, in de winter, toen hij in Londen verbleef. Maar hij had dus die grote hoeveelheid tekeningen waar hij elementen uit kon combineren. En zo komen we dus tot dit nieuw gecomponeerde schilderij. Voordat hij uiteindelijk het schilderij ging schilderen, maakte hij nog een studie op ware grootte. En dat is deze. En daar ziet u dus natuurlijk dezelfde elementen in terug. Het huis van Willie Lott, de hooiwagen. Maar we zien hier ook een element wat we op dit moment in het schilderij bijna niet terugvinden. Op de voorgrond zien we hier naast de hond een man te paard. En op dit moment in het daadwerkelijke schilderij zien we alleen een vage omtrek daarvan. Dat betekent dat John Constable die man te paard wel geschilderd heeft, maar uiteindelijk weer overgeschilderd heeft. En daarna ging hij op diezelfde plek een soort van vat of een ton schilderen in het water. Maar ook die heeft hij later weer weggewerkt. En doordat de verf steeds dunner werd, kwam dit weer naar voren en is het nu een spookachtig motief geworden. Constable die werkte niet alleen naar de natuur, maar hij liet zich ook inspireren door oude meesters. En misschien zien we daar wel een voorbeeldje van in deze hooiwagen. We kunnen ons namelijk wel afvragen, is dit wel een hooiwagen? De zijkanten die omhoog staan zijn immers veel te laag om veel hooi te kunnen vervoeren. Deze wagen zal waarschijnlijk veel eerder gebruikt zijn voor het vervoeren van hout.
Maar hoe komt Constable aan dit voorbeeld? Als u kijkt naar bijvoorbeeld dit werk van Rubens, dan zien we in de linker voorgrond een soortgelijke kar, een soortgelijke wagen, met die lage opstaande randen. En we weten dat hij ook andere werken met kar en paard kende. En die zullen ook als inspiratie gediend hebben. We weten van Constable dat hij geïnspireerd raakte door Vlaamse en Hollandse landschapsschilders. En dat hij die zorgvuldig observeerde en bestudeerde. En hij kreeg die kans ook omdat zijn goede vriend, Sir George Beaumont, een daadwerkelijke grote collectie Hollandse meesters had. En als we hier kijken naar het werk van Ruysdael, dan weten we dat John Constable graag naar dit soort werken keek, omdat hij daar realisme in zag. Hij ging die werken niet letterlijk overnemen, maar hij liet zich wel inspireren door de manier waarop deze werken tot stand waren gekomen. Met realistische boompartijen, realistische kijkjes op een dorp en vooral ook die prachtige wolkenluchten waar Ruysdael zo beroemd om werd. En ook Constable wordt beroemd om zijn luchten. Hij noemde ze zelfs de chief organ of sentiment. Die luchten is een heel bijzonder fenomeen in het werk van John Constable. We weten dat hij daar veel aandacht aan besteedde. Hij zat uren en uren buiten te kijken naar de lucht. En hij gaf ze dan ook graag weer in diverse olieverfstudies. En hij ging daarbij te werk als een ware meteoroloog. Hij dateerde ze en zette er zelfs het tijdstip van de dag bij. En die tekeningen ging hij ook later weer gebruiken bij de compositie van zijn schilderijen. Wat daar zo vernieuwend aan is, als we komen te spreken over de vernieuwingen in het werk van John Constable, is het feit dat hij daarvoor heel veel buiten in olie gaat werken. Hij is de eerste die dat zo veelvuldig gaat doen. Wat ook vernieuwend is, is het kleurgebruik. Heel veel van zijn collega's die keken naar eerder gemaakte landschappen, bijvoorbeeld van Hollandse meesters of van Claude de Lora. Dat was een voorkeur voor klassicistische landschappen, Romeinse landschappen die bevolkt werden door mythologische figuren onder andere. Maar heel veel van die schilderijen die bevonden zich in landhuizen en waren inmiddels vreselijk vergeeld. En Constable, die naar de natuur om hem heen kijkt, die denkt, ja, maar de natuur is niet bruin. De natuur, de bomen, het gras is groen. En dat werd bij een tentoonstelling in de Royal Academy nogal als chockerend ervaren. Hij kiest dus voor een andere toon, voor dat realisme wederom. Maar zoals ik al zei, zijn werken zien er redelijk traditioneel uit. Het lijkt alsof hij enorm gedetailleerd bezig is geweest met het schilderen van de blaadjes aan de bomen. Maar als we dichterbij gaan kijken, en vooral in de boom in de achtergrond hier met dat groen, dan zien we dat het in feite losse vegen zijn. Losse penseelstreekjes die samen een bladerdek vormen. Diezelfde losheid, die zien we ook terug in bijvoorbeeld het water hier, waar die in een aantal brede penseelstreken in een lichte toon over het water is gegaan. En zo reflecties en beweging in dat water heeft weergegeven. En ook dat is vernieuwend in een tijd dat er heel veel kunstenaars nog wel heel verfijnd bezig waren. Nu zult u zich misschien inmiddels afvragen, hoe moeten we die werken dan kenschetsen? Nou, het werk van Constable kunnen we eigenlijk het beste karakteriseren als zijnde het midden tussen realisme en gecomponeerde schilderijen. Hij gaat uit van wat hij ziet, maar hij componeert zijn schilderijen uit al die verschillende elementen die hij gezien heeft. Ja, en dan dringt zich de vraag op, mogen we het dan nog wel realistisch noemen? Jazeker. Kijk zelf maar eens naar deze foto.
Daar ziet u diezelfde milpont. U kunt de bomen bijna op de achtergrond uittekenen. En aan de linkerkant ziet u het bekende huisje van Willy Lott. En dit is wat u ook kunt bezoeken. U kunt het Engelse landschap gaan bezoeken. U kunt het landschap van Suffolk bekijken door een bezoek te brengen aan Constable Country. Maar u kunt natuurlijk ook naar het museum gaan en u laten verbluffen door de prachtige schilderijen van Suffolk, geschilderd door John Constable. Ik hoop dat u genoten heeft van deze video. En ik kan me voorstellen dat u denkt, ik had eigenlijk nog wel wat meer willen horen. Neemt u daarom eens een kijkje op mijn website www.artandleisure.nl. Daar vindt u onder meer de webinaragenda. Iedere 2 weken komt er een nieuw en verrassend webinar van 2 uur. Zo kunt u dus langer genieten van kunst. Voor nu zeg ik dank u wel voor het kijken. En ik zie u heel graag een volgende keer weer terug bij een volgend kunstwerk.